Wat doe jij hier? Geef hier. Staat er wat interessants in dan? Geef hier, kom op, het is privé, ik meen het. Heb je iets te verbergen? Ik heb niks te verbergen. Oké, mag ik er toch wel in kijken? Moet je me eerst geven, want ik heb de sleutel. Oké, je maakt de slot open, dan mag ik erin kijken. Hey, terugkomen. Het is van mij, je moet er gewoon vanaf blijven, man. Cas, wat doe jij nou hier? Mijn kamer doorzoeken. Wat? Sterren. Doe alsjeblieft niet alsof jij hier niks vanaf weet. Wat doe je? Ik heb jullie heus wel door. Kom even gezellig bij me eten. Dan doorzoekt mijn vriend gelijk even je kamer. Ik wist hier niks van, echt niet. Waar ben je nou mee bezig, man? Nee, ik was alleen maar op zoek naar bewijs dat zij achter dat gespook zit. Hey, Suus. Kom eens kijken, er gebeurt er iets. Huh? Wat doet Cas daar nou? De volgende keer moet er ook geluid bij die webcam zitten hoor, Kev. Leer lip lezen. Ik dacht dat jij niet meer slecht over me zou denken. Wat staat er in dat boek? Oké, ik zal je vertellen wat er in dit boek staat. Dit boek is mijn grimoire. Sorry, wat? Mijn boek der schaduwen. Zie nou wel, spooky. Niks spooky, het is een dagboek. Een boek waarin ik al mijn magische rituelen bijhoud. Ik ben een heks. Ik dacht dat je schilderde? Ja, dat is mijn beroep. Magie is mijn geloof. En even voor de duidelijkheid, ik ben een witte heks, dus ik misbruik mijn machten niet. Waarom heb je het niet verteld? Mensen begrijpen dat niet. Mensen zoals jullie hadden mij vroeger op een brandstapel gegooid. Nou, dan valt het nu best wel mee, toch? Mogen we nou eindelijk in dat boek kijken? Heksen laten hun grimoire nooit aan iemand anders lezen. Dat zou wel helpen, Sterren. Goed. Kijk maar. Ik denk dat het haar dagboek is of zo. Zo, ik zou echt helemaal gek worden als iemand in mijn dagboek zou lezen. Ik schrijf echt alles op. Dat met die dobbelstenen en geesten, dat was geen truc? Nee, jawel, dat klopt wel, maar je staat erin. Tarotkaarten, het aanroepen van aartsengel Gabriel. Aardbeien en chocoladesaus. Dit zijn allemaal... Liefdesrituelen? Ja. Ik had de goden om een geliefde gevraagd en dacht dat jij dat was. Mis kan je het hebben. Sterren, sorry. Ik wil jullie niet meer zien, oké? Nou, ik ga weer wat nuttigs doen. Misschien ook een tip voor jullie, hè? Iets nuttigs. Nou, ik niet hoor. Ik blijf lekker kijken. Ik ben echt zo nieuwsgierig. Dat was me nog niet opgevallen. Misschien hebben jullie wel gelijk qua spook. Dat het hier wel echt spookt. Komt hij nu mee? Je dragende geest. Kan natuurlijk best, maar ik denk dat wij allemaal flink in de maling zijn genomen. Oké, dit verklaart een monnik, ja. Maar al die andere dingen dan? Dan moet diezelfde kerel geweest zijn. Nou, dan vind ik het wel ongelooflijk knap wat hij allemaal doet. Wat er tijdens de seance gebeurde dan? Weet jij dan hoe hij dat gedaan heeft? Het licht, die trillingen, dat beeld op de computer? Nou ja, de techniek staat voor niets, hè? En die dobbelstenen dan met ja en met nee? Toeval. 50% kans bij elke worp die je goed gooit. Dat kan best. Nou ja, ik weet niet hoor. Ik vind het wel erg toevallig. Ik denk dat Sterren met die dobbelsteen heeft geknoeid. Ik denk het ook. He? Ze heeft ons allemaal flink in de maling genomen en die horlogedragende monnik is haar handlanger. Misschien is het wel haar vriendje. Jongen, Sterren heeft er helemaal niets mee te maken. Omdat ze verliefd op jou is, heeft het er niks mee te maken? Is ze onschuldig? Laat dat te buiten, man. Nou, waarom loop je haar de hele tijd te verdedigen dan? Loop je zelf soms in die monnikenkleren rond of zo? Normaal zeg. Nou ja, waarom ook niet? Heb je en een leuk huis en een goed verhaal voor de site en nog een leuk vriendinnetje op de koop toe? Denk je dat je grappig bent of zo? Denk je soms dat ik het leuk vind om de hele tijd doodsbang gemaakt te worden? Nee. Oké,
Wie van jullie denkt er nou meer dat ik een spook ben? Kijk het maar. Van ons denkt serieus dat jij iets met het gespook te maken hebt. Het is allemaal te raar wat er gebeurt. Kevin en ik hebben een idee. Als we snel iets verstoppen in het huis en ons rustig houden, dan moet hij eens een keer tevoorschijn komen. En dan pakken we hem. Jij, ik en Kevin. 3-1. Moet lukken, toch? Als die mensen niet weer verdwijnt. Misschien is het een geheime deur of zo. Moeten we mevrouw Heukenmeijer er niet van op de hoogte brengen dat die monnik nep is? Waarom? Ze geloven er toch al niet in. Moet je zien wat ze schrijven. Spookincidenten drijven makelaars tot wanhoop. Dat die journalisten daarin trappen, joh. En die arme vrouw maar wachten tot dat huis verkocht wordt. Tot ze eindelijk dat nare b*** het huis uit mag. Dan gaan wij verzorgen, toch? We gaan die monnik ontmaskeren. Hey, Kev. Joehoe. Wakker worden. Kevin. Bah! Wat een maskezen. Leuk, jongen, leuk. Hey, weet je wat ik aan zat te denken? Waarom spookt het alleen overdag? Omdat er overdag kopers komen. Juist. Nou ja, hij heeft ook een keer 's ochtends vroeg gespookt. Ja, om jou de stuip op het lijf te jagen, denk ik. Maar we hebben dus de meeste kans als er kopers zijn. Kom naar binnen. Kijkt u gerust eventjes rond. Als u nog vragen heeft, dan hoor ik het graag. Prima. Dank u wel. Ga naar boven dan. Daan, klusje mag aan de achterkant van het huis. Jongens. Wat deed je daarboven? Niks. Kozijn inspecteer. Ik ga straks schilderen daarboven. Volgens mij deed je iets heel anders. Volgens mij was jij lekker aan het spoken, hè? Nee, daar heb ik niks mee te maken. Je liegt. Wat deed jij daarboven? Daar, relaxed. Menno, weet jij misschien hoe laat het is? Tien voor half drie. Leuk horloge. Even een fotootje maken, hoor. Dat is een hobby van hem, horloges.